ik ben hier bij de composthoop. En ik heb wat keukenafval. En dan moet een kleine stukjes gaat dat erin. En dan gaan we dat combineren, het keukenafval, met wat droog blad. Kijk, echt wat droog bladeren. En die leggen we een laag neer en een laag met fijn gekneepte takjes. En dan weer een laagje met keukenafval. En dat moet zo klein mogelijk, vooral brood. Composteren, dan maak je eigenlijk gebruik van het restmateriaal van de keuken. Aardappelschillen, die bewaar je in de tuin op een plek. En je zorgt eigenlijk voor een goed klimaat, dat het wat warm is, dat het deels in de zon staat. En dan gaat het vergaat en wordt vervolgens weer heel vruchtbare grond. Het worden dadelijk fijn geknipte takjes. Naast keukenafval kun je ook gewoon tuinafval gebruiken. Een laag met dunne takjes. Keukenafval zorgt dat het niet te nat kan worden. Nou, deze zit al aardig vol. Het duurt ongeveer 3 maanden voordat het hele proces goed verlopen is. Daarvoor is nog nodig enigszins een beetje warmte. We staan nu in de schaduw, maar een compostbak heeft nog een klein beetje zon voor de warmte nodig, want dan wordt het beter verteerd. En dan na 3 maanden zul je eigenlijk zien dat er aan de onderkant hele vruchtbare aarde uitkomt. Ik zal het zo even laten zien. Kijk. De gemeente had een project waarbij ze eigenlijk het composteren onder de aandacht wilden brengen. En hadden ze voor alle inwoners een compostbak ter beschikking gesteld. En vervolgens stond hij op de verkeerde plek. Die was te schaduwrijk, te koud. We hebben er vervolgens nog eentje zelf gemaakt, omdat we best wel hoge productie hadden. Die hebben we meer in de zon gezet. En nu zien we dat dat beter gaat. Dus de andere composthoop die gaat toch weer een andere plek krijgen. Wat hier aantreft, dat is hele goede aarde. Die kan ik in de moestuin gebruiken. Uit de composthoop komt heel vruchtbare aarde. We moeten wel goed opletten dat die niet te nat of niet te droog is. En vervolgens spit ik die in de grond. Je ziet ook dat je kan bijdragen aan weer nieuwe vruchtbare grond. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien.